Goedendag en welkom bij een nieuwe aflevering van Q-Time. Ik praat vandaag met Damiendo Plein. Hij is Mr. Tropical Beauty 2022. Op 30 april is hij gekozen en mocht hij vanaf dat moment die titel dragen. Op dit moment is hij een Frans-Guyana. We gaan met Damiendo een kort babbeltje houden over hoe hij de Mr. Tropical Beauty het Mr. Tropical Beauty Contest heeft ervaren. En natuurlijk wat hij in Frans-Guyana aan het doen is nu. Want hoe doet dat verkeerd? Hij draagt wel de Surinaamse vlag met zich mee. Dus dan mogen we dat wel vragen, toch? Damiendo, welkom in Q-Time. Thank you. Dank u wel. Nog gefeliciteerd met de benoeming tot Mr. Tropical Beauty. Neem ons even mee terug naar het beginmoment van dat traject. Wat heeft jou laten besluiten om je op te geven om mee te doen? Oké, een heer, Safiers Mario, heeft me gelinkt in een post op Facebook van Tropical Beauty Suriname. En zijn comment was, je moet meedoen en je moet de titel gaan pakken. En voor mij was Tropical Beauty nog niet bekend. Dus bij mij nog niet bekend bij mij. Het was iets nieuws voor mij. En ik dacht, laat me toch proberen, want ik ben toch gestart met een modelcarrière in Suriname. En om eerlijk te zijn, heb je niet altijd opdrachten als model. Vooral wanneer je pas begint. En ik dacht, laat me meer uit mezelf halen. Laat me die stap maken. En ik zei, ik ga meedoen en ik heb me opgegeven. Ja, ik vind het heel erg flink hoor. Want er zijn weinigen die inderdaad vanuit het niets durven en zeggen van oké, is goed en nu ga ik meedoen. En zeker niet aan een contest. Dat is, ja toch, dat vereist toch wel best wel een beetje moed. Want er kan maar één winnen. Dus ja, je gaat toch wel door een heleboel teleurstellingen voordat je bij de eindstreep komt. Wat waren jouw interesses daarvoor, behalve dat je dus een modellencarrière wilde starten in Suriname? Daarvoor was het alleen voetballen geblazen voor mij. Vanaf mijn dertiende jaar, ik denk eerder, was ik elke dag op Latourveld voetballen naar school. En ik was alleen geïnteresseerd in voetballen, om profvoetballer te worden. Dat is mijn droom altijd geweest en nog steeds. En ik werk gewoon eraan. Want als je iets wilt, moet je ervoor gaan. En ik ben ineens lang geworden. Want niemand in mijn familie is lang. En toen begon ik te groeien en te groeien en te groeien. En ik kwam steeds mensen tegen die me zeiden, je moet een model worden. Je moet beginnen met modeling. Want je bent lang en je ziet er knapper uit. En daar is het begonnen. Maar daarvoor was het alleen voetballen. Alleen voetballen. Maar je hebt gezegd dat je nog steeds droomt ervan om profvoetballer te worden. Dus die droom moet je ook niet laten gaan. Oké, dus waarvoor heb je meer talent? Voetbal of model zijn? Zo. Ik denk dat het is een evenwicht. Oké. Spannend. Ja. Maar nu je Mr. Tropical Beauty bent, heb je dan nog tijd om te voetballen? Jawel, mijn schema is nu ietsje drukker. Ja. De trainer heeft mezelf gezegd dat hij momenteel iemand aan het zoeken is die me kan vervangen wanneer ik er niet ben. Zo, daar begint het al. Precies, want die team moet niet eronder lijden. Nee, klopt. Ja, precies. Oké. Maar goed, terug naar Mr. Tropical Beauty Contest. Hoe heb je dat ervaren? Super, super leerrijk. Ik heb veel geleerd. Elke zondag trainingen, management trainingen, life skills trainingen. Ik heb mensen leren kennen. Ik heb ook geweldige tijden doorgebracht met mijn medekandidaten. Ik heb kunnen netwerken met organisaties. En ik heb mezelf beter leren kennen. Dus het geheel traject was het is gewoon een positieve bijdrage in mijn leven. Als ik gewonnen had of niet. Het was gewoon een positieve bijdrage, Malina. Hoeveel kandidaten waren er? Bij die jongens waren er 6. Nee, 5. Eentje is helaas overleden. En helemaal aan het begin van het traject. En eentje is gestopt, die andere is gestopt. Zijn naam is me ongaan. En de race kept on going. Bij die drie heren die over zijn gebleven. En we hebben
show kunnen neerzetten. Oké, okay, goed. Ja. Waarom denk je dat jij gewonnen hebt? Zo, ik heb veel geleerd van die anderen. Tijdens het traject ja. heb ik van ze geleerd. Wat je niet moet doen. Ik weet niet dat stop. Het is nog steeds een competitie. Ja. En als je in een competitie bent, moet je de goede dingen overnemen om te winnen. Want er is maar één winnaar. Jouw denkwijze, de manier van handelen, als die dingen tekort zijn, moet je ze gaan aanscherpen. En mijn woorden kiezen van mij en mijn Engels, het was nog niet daar. En ik dacht, als je moet winnen, als je mister wil worden van Suriname, moet je jezelf gaan scholen in dingen die je minder doet. En ik heb precies dat gedaan. En op de finale dag heb ik gewoon 150% gegeven. Like, give it all. Want vandaag, als je het vandaag niet doet, ben je morgen geen mister. Je hebt maar één dag. En ik heb het gewoon goed gedaan. Ja, en kijk vandaag. Mister. Ik heb wel het idee dat de dedication die nodig is voor je voetbaltraining je meegenomen hebt in het traject van Mr. Tropical Beauty. Als ik zo naar je luister, het zijn dezelfde overeenkomstige eigenschappen die nodig zijn om inderdaad daar te komen. Ja, ja, ja. Je bent nu in Frans-Guyana. Wat doe je daar? Ik ben hier met de Stichting Buurtwerk Stubila, onder leiding van meneer Koster. En we zijn hier. We gaan een bezoek brengen aan de maire van Frans-Guyana. En we gaan kijken met organisaties waarmee we kunnen netwerken. Dan praten we over de activiteiten in Suriname. We willen dus dan een uitwisselingsproject van Frans-Guyana en Suriname, omdat we veel van elkaar kunnen leren en samen kunnen we heel wat dingen bereiken. En ik ben ook medeoprichter van de modellenschool ICLET Models, die ook aangesloten is bij Stichting Buurtwerk Stubila. En modeling in Suriname is gaan droppen. Het is gaan droppen. Maar in Frans-Guyana gaat het ietsje beter. Vooral in Cayenne. En ik wil dan met die mensen gaan praten, gaan netwerken. Welke kansen we kunnen creëren voor de mensen. Want in Suriname, in mijn modellenschool, heb ik een model. Ze heet de Melsa Berend. Ze is gescout geworden door een agency in Nederland. En als het bij haar kan gebeuren, kan het ook bij die andere modellen. Want we hebben heel goede modellen in Suriname. Maar alleen hebben we geen netwerken of we hebben geen connecties met andere organisaties. En dat wil ik gaan opbouwen, zodat andere jongeren ook de gelegenheid krijgen om gewoon een ding te doen. Very yes. Nice. Oké, okay, ben je daar als Damiendo de voetballer of Damiendo Mr. Tropical Beauty? Ik ben nu hier als Mr. Tropical Beauty. Okay. Nou, ja. Ja, ik heb mijn voetbalschoenen eens gelaten. Ja, jammer. Misschien zou je ze nog wel een beetje potje kunnen leren voetballen daar in Frans-Guyana. Hoe ziet jouw vervolgtraject eruit als Mr. Tropical Beauty? Wat ben je nog allemaal van plan te doen onder de titel voor het komend jaar? Mijn project, You Should Say No to Drugs, neem een platform. Stop drugsgebruik onder jongeren, moet ik gaan voorzetten. En ik ga een project doen in Latour en omgeving, omdat ik de buurt ken en ik ben zelf van de buurt. En ik ken de minpunten van de buurt. Dus ik ga mijn project daar uitvoeren, omdat jongeren niet echt naschoolse positieve activiteiten hebben, los van Stubela. In Rambulang of in Wintiwai heb je jongeren met potenties. Dus dan ga ik een barbiercursus geven aan de jongeren en voetballessen, want ik ben ook barbier geweest, nog steeds. Ik heb geknipt voor de selectie van Dien Goree. Ik weet niet als je dat weet. Dus nu wel. Ik geef de jongeren van de buurt twee kansen. Je kan barbier worden of voetballer. Want niet alle jongeren willen barbier worden, maar ze hebben wel talent. En nu kan je verdienen met je talent. Want ik ben voetballer en ik speel betaald voetbal. Oké. Okay. En als jongeren kunnen verdienen met hun talent en focussen op de school, dan is het al genoeg. Dus activiteiten creëren en mogelijkheden creëren voor de jongeren in de buurt. En vanuit Latour ga ik het dan uitzetten naar andere buurten. Maar ik begin met Latour, omdat ik de buurt ken en ik weet waarmee jongeren te kampen hebben in de buurt. Ja, yes. Je kent de problemen.
Lamiendo, je hebt een prachtig verhaal, wil ik dit zeggen. En ik vind het zo mooi dat je al jouw ervaringen die je hebt meegekregen al in je jong leven, dat je dat bij elkaar brengt om inderdaad je eigen buurt weer terug te helpen. En ook dat je, ik zie dat jij Mr. Tropical Beauty gaat gebruiken om inderdaad, zeg maar, stappen verder te ondernemen. Niet alleen maar in Suriname, maar ook daarbuiten. En dat je inderdaad jouw jeugd, je buurt, waar je vandaan komt, ook met je mee wilt trekken en alles laat interconnecten. Very nice. Very nice. Heel erg mooi. Yes. Dus ik wil je van deze plek uit heel erg veel succes toewensen met alles wat je gaat ondernemen. Want net zoals je zei, als je toegewijd bent, dan komt het goed. Precies. Dus nogmaals gefeliciteerd met je benoeming. En we kijken uit naar jouw verdere ontwikkeling. Succes ermee. Okay. Bedankt voor dit moment. Bedankt dat ik mijn stem kan laten horen. Bedankt dat ik mijn ervaring kan delen. En laat dit moment een motiverend moment zijn voor jongeren van de minder ontwikkelde buurten. Maar je moet jezelf gewoon scholen en aanscherpen en gaan netwerken, zodat je morgen ontwikkeld bent en dat je overmorgen andere jongeren kan begeleiden die het nodig hebben. En dan kunnen we een stabiele naam vormen. Yes. Hartelijk bedankt, Damiendo. En heel erg veel succes in Frans-Guyana toegewenst. Thank you. Ja? Oké. Okay. Yes. Damiendo was dus de winnaar van Mr. Tropical Beauty. En hij heeft er geen gras overheen laten groeien. Hij heeft direct zijn titel aangepakt en al zijn talenten bij elkaar gebracht. En een plan uitgezet voor het komend jaar. Heel bijzonder verhaal van een bijzondere jongeman. En zoals hij zei, als voorbeeld voor zijn eigen buurtgenoten waar hij vandaan komt. Maar zijn boodschap is, blijf niet stilzitten. Je moet zelf werken aan je eigen verbetering. En dat is wat hij gedaan heeft. En het heeft zijn vruchten afgeworpen in zijn levenspad tot nu toe. Ik wens hem heel erg veel succes toe. En u bedankt voor het kijken naar deze aflevering van Q-Time. Tot de volgende keer. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.